anders dan de titel doet vermoeden, heeft dit niets met lockdown of iets dergelijks te maken. Voorval is nog pre-coroniaal, maar stond nog in de stijgers. Hier volgt een relaas waar mensen met een scootmobiel mogelijk iets van kunnen leren. Regelmatig trek ik erop uit met scootmobiel. Er zijn mensen van mijn leeftijd die zo'n apparaat werkeloos in de schuur laten staan. Gemiste kans, jammer. Ik zorg ervoor dat er genoeg stroom in de accu zit en rij de tijd ver vooruit, elektrisch van A naar B. Die bewuste ochtend had ik ambitieuze plannen. Een winkelcentrum plus markt wat verder weg. In het ergste geval pruttelt de bolide en laat hij je nog in de steek. Dit was mij niet overkomen. En deze keer ook niet, dat verklap ik vast. Bij de eerste winkel aangekomen parkeerde ik voor de ingang behoedzaam, want binnen vrijwel ontoegankelijk met scootmobiel. Met wandelstok in het pand kocht ik wat spulletjes. Bij het vertrek keek ik naar de plek waar mijn scootmobiel moest staan, maar leeg, niks, weg. Hier stond ik met vermoeide benen, mezelf wat overschat, verlangend naar riante scootstoel. Aan de overkant zag ik mevrouw op leeftijd wegschuren op mijn bolide. Stem verheffen is niet mijn ding. Nu gaf ik een kreet. Mevrouw ging onverstoorbaar verder. Ik zag mijn opgevouwen jumbo-tasje nog voor in het mandje. Mijn mandje wel te verstaan. Over de details wil ik later nadenken. Dit is mijn scootmobiel. Ze scheurde nu richting uitgang in het overdekte winkelcentrum, niet verder bij mij vandaan. In een reflex gooide ik mijn loopstok voor het voorwiel. Voor omstanders een vreemd tafereel, rijp voor de opname van huftoproef. Want wie doet nu zoiets? Maar ik was te ver van huis om niet alle middelen in te zetten. Ook staand als een ooievaar met vogelgriep. Dit is een klassieke alles-of-niets situatie. Mevrouw schrok en stopte. Ze keek me aan en sprak de gevleugelde woorden. Wat bent u nou aan het doen? U gaat er met mijn scootmobiel vandoor, sprak ik met een hartslag van ver boven het landelijk gemiddelde. Mijn sleutels kon ik zo laten zien, zij ook, met foto's van haar kleinkinderen aan een ring. In een grand café met uitzicht op twee scootmobiels, zelfde merk, type en kleur, dronken we nog een kopje koffie. Mevrouw had zich duidelijk vergist en sprong op de verkeerde driewieler. Het wereldwijde web ter plekke afgestruind. Veel gelijke mobiels hebben geen unieke sleutels. We rijden allemaal met hetzelfde sleuteltje. Je zet hem ook niet op slot, maar onderbreekt het stroomcircuit. Weer wat geleerd.